Leuk voetbal opleveren. In de 14e minuut paast Victoria op Fiscaal en Fiscaal tikt hem met links binnen. Het is 1-0 voor de Graafschap. 10 minuten later komt Roda op gelijke hoogte. Mooie actie van Domernik. Hij maakt het zelf af. Zo is het 1-1. Een vrije trap in de laatste minuut van de eerste helft van Fuchs wordt binnengescheerd met het hoofd door Taiwo. 2-1 voor de Graafschap en dat is de stand bij rust hier. In de vierde minuut van de tweede helft een penalty voor de Graafschap. Fiscaal neemt hem, dat doet hij goed. 3-1 voor de Graafschap. En dan gaat Vrede van Roda in de fout. Schultz onderschept het, hij kijkt waar de keeper staat. En dat is een heel mooi doelpunt van Schultz. 4-1. En Vrede is schuldbewust. De 86e minuut invallen Plet op het achterhoofd van Zende en Lawal kan binnentikken. 4-2 en daarmee is het nog niet op in Doetinchem. Want er komt nog een goal in de laatste minuut van de wedstrijd. Vrede weer in de fout. En attentie voor Virgil Breedveld. Oh. 5-2 is de eindstand bij dit duel tussen de Graafschap en Roda.